Joris heeft een heel mooi boek geschreven, het boek Louis. En dat gaat over Joris, zijn stiefvader. Mijn moeder kreeg verkering met Louis. Dus dat werd mijn stiefvader. En Louis heeft ongelooflijk veel invloed op mij gehad en indruk op mij gemaakt. Jouw stiefvader had wel ook een probleempje. Nou, die had een heel groot probleem. Die was alcoholverslaafd en gokverslaafd. En zijn laatste wens was eigenlijk een boek over zijn veelbewogen leven. Eigenlijk ben je als zoon altijd een beetje argwanend als je moeder een nieuwe partner gaat voorstellen. En terecht. Dus ik was heel erg huiverig daarvoor. Ik deed die deur open en er stond een man in een lange regenjas met een sjaal met koffievlekken, achterovergekamd haar, een soort Haagse Harry. Ik denk, nou, dit is helemaal niks. Maar hij begon te praten en te luisteren. Hij was ook heel geïnteresseerd in mij. Hij was heel lief voor mijn moeder. Hij was charmant. Hij was fantastisch. Ik sliep dan ook op bankjes of in hotels op de straat om zijn en zo. Een beetje indirect heeft mijn moeder gezegd tegen hem: als het zo doorgaat, dan houdt dit op.